Aan de gebeurtenissen anno 2021 is te merken dat er iets gaande is binnen onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat er een centrum voor geestelijkheid is gekomen, zei geestelijke John Amoida zaterdag bij de opening van het Christelijk Centrum voor Geestelijke Gezondheid aan de Martin Luther King Highway. Amoida stelt dat er heel lang is gewerkt aan de opzet van het centrum. Er is iets gaande in onze samenleving, wat probleem de psychoneurologische afwijking. Er is een storing over elkaar, niet voor de kerktoren, we zien die dingen elke dag. We zijn hier in het centrum, de voormalige Ruben Boys Rens, Engedi. En vandaag gaan we door met een geestelijke centrum om op deze plaats de Surinaamse gemeenschap te dienen. Amoida zegt dat de mens hulp nodig heeft op het gebied van geestelijk welzijn. De organisatie heeft dan ook als doel de samenleving bij te staan bij afwijkingen op dit gebied. De geestelijke stelt dat mensen er niet voldoende van bewust zijn hoe groot het belang van hun geestelijk welzijn is. Geestelijke gezondheid, geestelijke zorg is van belang. Ik kan daarvan praten. Ja? Daar de PCS en die persoon, deze jongeman, is helemaal veranderd. Ja? En dat is een deel. Hij is deel van ons centrum hier. Ja? Ons internaat Wiesen. Maar geliefden, het is een zwaplonsje vandaag. We zijn blij om dit alles te kunnen meemaken. Het is zeker wel de Almachtige God die ons geholpen heeft. We kunnen dat niet onder stoelen en banken zetten. Het is God en God alone. We danken Christus dat hij zeker wel zo'n centrum heeft toestemming gegeven, zeg maar, om zo'n centrum te openen. De organisatie timmert al 52 jaren aan de weg om de medemens een hand toe te reiken. Het onderwerp geestelijk welzijn moet volgens Amoida vaker ter sprake komen. Op die manier kunnen mogelijke problemen op tijd gesignaleerd worden.